Vorstellen ist etwas, was ich noch nicht gesehen habe. Ich kann mir jetzt zum Beispiel den Eiffelturm vorstellen, war aber noch nie da. Kann ich nur von Fotos sehen und kann ich mir auch nur vorstellen. Hm. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, wie ich am Eiffelturm gestanden bin. Denken ist eigentlich eine Sache der Fantasie, weil man weiß nicht, was man denkt, weil man denkt ja einfach und man weiß nicht ganz genau, wie das ist. Und man kann sich auch Fantasiebilder machen und man kann auch sich vorstellen, was da vorgeht im Gehirn oder dass es stimmt. Also man denkt immer, aber man weiß nicht, wie es ganz genau ausschaut, weil man da drin keine Augen hat. Also ist das dasselbe, wenn man fantasiert, so fantastische Gedanken hat, wenn man denkt? Gibt es da unterschiedliche? Da gibt es andere Arten. Zum Beispiel gibt es das Fantasieren und das Denken. Das hat Unterschiede. Zum Beispiel beim Fantasieren kann auch was ganz Absurdes passieren, wie, keine Ahnung, ein Krug spricht. Das kann beim Denken zwar auch passieren, aber es ist nicht so weitläufig, dass es genau zum Fantasieren kommt. Mhm. Beim Fantasieren passiert das ständig, das ist wie beim Märchen. Mhm. Es ist eine Fantasiegeschichte. Und wenn ich jetzt denke, dann erarbeite ich mir ein Bild und dieses Bild wird dann von Zeit zu Zeit immer größer. Und es kann auch sein, wie zum Beispiel eine Katze zum Zaun rennt, das kann ich mir ja auch vorstellen. Aber zuerst muss ich mir das Bild malen und dann kann ich es erst durchdenken. Ich denke bijvoorbeeld weer mit Bildern, aber andere Menschen denken bijvoorbeeld weer mit Worten. Denk je dat dat zo is? Denk jij dat ook, Meestal wel, maar soms ook in woorden. Want als ik een schaap zie, dan denk ik in mijn hoofd. Dan zie ik een woord schaap. En voor de rest niks. Je ziet niet het schaap voor je? Nee. Nee? Dus jij denkt eigenlijk anders dan zie je wel? Eigenlijk een beetje verschillend. Of de ene keer met beelden, de andere keer met woorden. Ja. Podem pensar sense usar paraules? Sí. 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 Com? Com pensem? Perquè tu pots pensar per dins i no... I pensar tu per dins i parlar tu per dins. Sí. I llavors com ho penses sense paraules? Et ve de seguida. Pues, però què és el que et ve de seguida? La paraula. La paraula? La paraula? Sí. Deixes una boca en el cervell. Que et parlés. Sí. Com si tingués una boca en el cervell. Sí, que et digués, bueno, tens que anar allà, no? Una altra veu. No, tens que anar allà. O allà. No, no. Allà. Mira, que ara després d'haver parlat abans, què et sembla tu que és un pensament? Doncs una cosa que no sé com si en lloc de parlar-la per la boca, la parléssim com amb el cervell. I a què s'assembla un pensament? Com és? Com te l'imagines? No sé. Un aire amb el dibuix. I per què? Per què pensem nosaltres? Perquè si no, no sabríem, no... Ho diríem, però ens diríem, això està malament. Bueno, ens dirien, està malament i no podríem pensar, tampoc. Hi ha alguna manera de posar els pensaments en ordre? No. No. Perquè els tinc... por ahí. Mira, és que penso una cosa i les altres se me'n van, i penso una altra cosa i les altres se me'n van. Llavors, penso en totes juntes, però després se me'n van. Llavors... I en el teu cap ara mateix tens diversos pensaments? Sí. En el cap? No en tinc gaires. No tens gaires. I com està? Estan endreçats? Sí. O no?
Estan en uns calaixos que tinc per aquí. Ah, sí? Surten. I què hi ha en aquests calaixos? Tots els pensaments. Però com els guardo i un dia dic, ai, mira, tinc aquest pensament. Ai, mira. Nachdenken und denken ist das Gleiche, weil wenn du nachdenkst, dann denkst du ja eigentlich. Mhm. Aber gibt es vielleicht verschiedene Arten des Denkens? Man denkt eigentlich immer, nur man merkt es nicht. Jetzt und hier denken wir ja auch. Wenn du einen Arm bewegst, denkt dein Gehirn auch und gibt ein Signal. Mhm. Nur man merkt es meistens nicht. Also du meinst, es gibt das Denken, das, wo du bemerkst, dass du denkst, und ein Denken, wo du nicht so genau merkst, dass du denkst, ja? Ich sage, dass wenn man den Arm bewegt, denkt man, aber man denkt unbewusst und das ist ein Denken. Und wenn man bewusst denkt, ist das Nachdenken. Man denkt eigentlich die ganze Zeit. Bei mir geht das nicht, dass ich einmal einen Moment also nicht denke. Das kann ich einfach nicht. Ja, soms wil je bijvoorbeeld je gedachten uitzetten en dan denk je dat je denkt. Maar eigenlijk denk je dan in je hoofd van, ik wil niet denken. Ja, of je denkt, of je zegt van, nu moet je aan niets denken, weet je wel. En dan en dat zie je bijvoorbeeld een papier in je hoofd, weet je wel. Want dat een heel wit leeg vel, dat is toch weer iets wat je denkt. Je kan nooit stoppen met denken. Maar is dat jouw manier? Als je aan niets wil denken, dan zie jij een wit papier voor je? Ja, meestal. Denk je dat je ook gedachten kan hebben voordat je kunt denken? Gedachten kan hebben voordat je kunt denken? Nee. Soms wel, maar soms ook weer niet. Soms ook wel, maar soms ook weer helemaal niet. Maar wanneer niet, denk je? Geen idee, maar ik zat net zelf wat ik net te denken. Want als je nu zegt bijvoorbeeld, dan is het helemaal geen nu meer. Want dan is het al vroeger. Ja. Als je eigenlijk nu zegt, dan is het al gelijk al weg. Dan is het al voorbij. Ja. Ja. Nou, soms zou ik eigenlijk best wel willen dat ik juist de gedachte van iemand anders krijg. Want diegene is dan heel verdrietig, weet je wel. Dan zou ik eigenlijk willen dat zij weer vrolijk rondhuppelt en dat ik dan weer zielig voel. Want soms heb ik zoveel medelijden en dan wil ik het eigenlijk liever zelf hebben dan dat hun het vinden hebben. Dus dan probeer ik ook meestal gewoon op te vrolijken. Hoe mensen sterven eigenlijk. Want hoe alcohol een beetje in elkaar zit en hoe dat mensen kan verslapen. Zou je dat kunnen opzoeken, denk je? Ik denk het wel, maar ik wil heel graag weten hoe. Ja. Ik wil heel veel dingen weten, alleen kan je dat op internet opzoeken. Wil je misschien ook waarom het gebeurt? Ja. Want je weet wel hoe het zit. Misschien kan je dat wel opzoeken.
Ja. Maar dan begrijp je het eigenlijk nog steeds niet dat het ook echt gebeurt. Ja. Ik zou graag willen weten, als mensen gestorven zijn, dan zou ik graag willen weten wat er daarna met ze gebeurt. En dan ook dus met speciale geloven. Dus bijvoorbeeld christenen gaan bijvoorbeeld weer naar de hemel. Ja, naar de hemel. Moslims gaan bijvoorbeeld weer naar het paradijs en zo. En hindoeïstische mensen gaan bijvoorbeeld ergens heel veel bergen zijn of zoiets. Dat zou ik graag wel willen weten, maar dat kan je niet opzoeken. En dat zou ik wel heel graag willen weten. Als ik herboren zou worden, dan zou ik heel graag een dier willen zijn. Welk dier zou je graag willen zijn? Een vlinder, een hond, een hamster. Maar hamsters gaan snel dood. Een poes, een paard of heel veel andere dieren. En als ik een dier zou zijn, zou ik graag een gorilla willen zijn. En het liefst een jonkie. Of anders een dolfijn, want ik hou wel heel veel van water en vooral veel van blauw. En ik heb ook ergens gezien dat kleuren ook een betekenis hebben. En toen had ik gezien dat blauw betekende iets met dat je blij bent met je leven. Wat is gedachte? En dat is dan heel moeilijk uit te leggen. Het is ook moeilijk om erover na te denken. Eigenlijk denk je wel van, dit is mijn gedachte. Maar als je er echt over nadenkt, dan is het eigenlijk heel moeilijk om erover te praten. Het lijkt best wel makkelijk om over je gedachten te praten. Want je zegt eigenlijk gewoon, ja, het gaat over plaatjes in je hoofd. Maar eigenlijk, als je heel diep nadenkt, dan is het best wel moeilijk om uit te leggen. Bijvoorbeeld als je begint, wat zie je in je hoofd? Sommigen kunnen bijvoorbeeld hun dromen uitleggen. Daar heb ik heel veel moeite mee bijvoorbeeld. Dat zou ik niet kunnen. Maar het is wel moeilijk om te omschrijven hoe dat er eigenlijk uitziet in je hoofd. Hoe ziet jouw gedachten eruit? Wat denk je? Gewoon als ik denk, als bijvoorbeeld als een plaatje is, net zoals als ik een boek bijvoorbeeld aan het lezen ben. Dan denk ik ook, dus de plaatjes bewegen zelf niet, maar ik lees altijd best wel veel. En altijd ga ik heel veel met naar bladzijden, maar in het begin, bij de eerste bladzijde bijvoorbeeld, dan ben ik niet meteen meer dat mijn gedachten meteen gaan. Maar als ik bijvoorbeeld iets van 15 bladzijden of zo heb gelezen, dan voel ik al echt dat mijn gedachten echt gaan werken. Dan gaan ze echt doen alsof het een film in je hoofd is. Nou, ik vind eigenlijk van wel. En eigenlijk ook nog wel van Kim reageren van de kleuren. Want misschien zie ik rood als blauw, wat voor jullie blauw is. Misschien zijn die kleuren voor mij anders dan voor jullie. Dan ben je eigenlijk een soort van klein beetje kleuren. Nee, maar ik bedoel, want je kan de kleur namelijk niet omschrijven. Want bijvoorbeeld een varken, dat is roze. Maar ik kan die kleur niet omschrijven. Dus eigenlijk is het best wel raar. Ja, je kan een kleur niet omschrijven. Roze, ja, dat is gewoon roze. Ja, misschien is het gewoon een kleur. Ja. Dat misschien is een kleur, ja, maar wat is een kleur? Ja, misschien is voor mij roze het wel lichtblauw. Maar eigenlijk zo heeft iedereen wel iets, een andere gedachte. En dat is eigenlijk wel, het zou best saai zijn als iedereen dezelfde gedachte heeft. Want dan is de wereld eigenlijk niet zo heel erg creatief. Dat is niet zo interessant. Nee. Thank you.
Voordat we beginnen, wil ik jullie eerst een foto laten zien. Oh! Wie is dat? Ik denk dat u dat bent. Ja. Ja? Als je nou eens goed zelf nadenkt, jullie hebben denk ik ook wel foto's van jezelf thuis. Ja. Probeer dat even voor je te zien, hoe je toen was. En ben je dan eigenlijk, ben je veranderd? Nou, ik vond me nu ook echt helemaal niet lijken op eigenlijk toen ik baby was. Want vroeger had ik een heel erg bol hoofd. En ik had altijd zo'n heel erg lachgezicht op elke foto. Ik heb eigenlijk geen foto waar ik boos kijk of zo. Ik lach altijd op die foto's. En voor de rest, ik gedraag me nu ook wel anders. En ik vind andere dingen leuker. En ja, ik word ook anders behandeld. Dus eigenlijk, ja, is best wel heel veel veranderd eigenlijk. Com és que podem ser tan diferents i alhora el mateix que quan érem petits? Què és el que ens fa semblants al que quan érem petits? Fernando. Doncs que som la mateixa persona. Què vols dir que som la mateixa persona? Que només que hem canviat una mica però som la mateixa persona. Ahir, quan fas l'aniversari, el cervell cada cop es fa més gros. I els pensaments són diferents. Sí, perquè si no, com deia ahir, quan siguis gran tindràs el cervell mini. I la Llau? És que canvia el cervell perquè es fa més gran i perquè cada vegada penses una cosa i una altra i cada vegada es va acumulant més coses. Würdet ihr das sagen, alles ist gleich geblieben? Ich glaube, es bleibt nicht alles gleich, weil die Gedanken bleiben nicht gleich. Du denkst, wenn du größer bist, über was anderes. Und auch das Wissen, zum Beispiel, wie du ein Baby warst, da hast du noch nicht so viel gewusst wie jetzt. Was meinst du jetzt dazu? Ich bin vollkommen Emil seiner Meinung, aber innerlich verändern sich auch die Organe. Sie werden auch größer, die Organe. Zum Beispiel das Herz, das ist, wenn man ein Baby ist, noch kleiner als jetzt. Es gibt noch etwas außer Organe. Es gibt außen, wie man sieht, dann drinnen die Organe und das Gehirn, wie alles funktioniert, das Ich. Das kann man nicht hinausholen, weil das Ich ist eigentlich mit dem ganzen Körper verknüpft. Nur man sieht es nicht richtig und man kann es eigentlich ganz schwer beschreiben. Mhm. Sehr, sehr schwer. Der Unterschied ist, du bist gewachsen, bist schwerer geworden. Du hast jetzt vielleicht auch andere Haarfarbe, kann es auch sein. Du hast auch mehr Haare, als wenn du 2 gewesen bist. Du kannst sprechen, deine Organe werden größer, also es wird alles im Prinzip ein Stück größer. Und das wird auch erweitert. Els meus sentiments. Com són els teus sentiments? No sé. Són especials? Perquè no són iguals com els altres. Per mi em diuen que jo sóc una mica diferent perquè vaig néixer a Xina i com que ells van néixer aquí, doncs diuen que sóc una mica diferent a ells. Val. I a més de que tu doncs, vas néixer a Xina, quina altra cosa et fa diferent dels altres de la teva classe? Bueno,
que penso i no sé, jo estic a vegades una mica més treballadora que els altres i tinc molta energia per fer coses a la classe. I com saps com ets tu? Bueno, doncs és com si m'ho notés, va. Com que ja sóc jo, és com si veiés i m'ho notés com si jo notés el que està passant per dintre del meu cos. Seré la mateixa persona, però els pensaments seran diferents. Ah, i com és que canviaran els pensaments? Perquè a mesura que et vas sent gran, em sembla que canvien els pensaments. I com saps com ets tu? Hem de tenir els meus sentiments, tenir els meus secrets i tenir la meva mare. Perquè a dintre meu tinc totes les meves coses i els meus records i m'agrada. Què m'haurien de treure a mi per ja no ser la mateixa persona? El cervell. No series... Per exemple, ens canviéssim el cervell, la Mariana tingués el meu i jo el de la Mariona, ella tindria els meus... canviaria una mica els pensaments que tenim. Perquè potser, perquè no tenim sempre cadascú, no tenim els pensaments iguals tots. Tots no tenim tots els pensaments iguals. Identität, habt ihr das Wort Song schon einmal gehört? Ja. Heißt das so viel wie identisch, ja. Gleich? Zur Identität gehört zum Beispiel alles, was man zum Beispiel, was ich gern mag, was ich am liebsten esse. Die Identität ist eigentlich seine Persönlichkeit. Ein Identität Ausweis zum Beispiel ist beispielsweise einfach ein Führerschein. Steht ja. Der Name drauf, deine Adresse, dein Geburtstag, deine Telefonnummer, deine E-Mail-Adresse und damit gibst du deine Identität frei. Das Ich kann man sich eigentlich gar nicht richtig beschreiben. Warum kannst du dich nicht beschreiben? Das Ich ist schwer, weil wie es vorgeht und alles, das kann man sich eigentlich fast nicht vorstellen. Und man kann sich außen beschreiben, aber nicht innen so richtig gut. Und was kannst du außen beschreiben? Außen kannst du, wie du aussiehst, was du magst und so. Und was ich noch sagen wollte ist, jeder Mensch ist ja einzigartig von der DNA aus und so. Und der kann unterschiedliche Sachen und das wird alles im Gehirn gespeichert. Und das Ich steuert das halt auch. Das kann man sich so vorstellen, dass es so ein kleiner Mikroorganismus. Der ist in einer Hauptzentrale mit ganz vielen Computern und der steuert dann dein Handeln, was du machst und also hauptsächlich dein Handeln. Da hast du so irgendwas, sowas, da bist du in klein circa drinnen und du steuerst das, was du in groß tust circa.
Also das steuerst du, aber du merkst es fast nicht, weil du machst die Bewegungen meistens aus Reflex oder automatisch. Und was innen ist, ist dein Handeln, also das Denken, dein Gehirn, deine Organe, also alles Mögliche, was du zum Leben brauchst. Wer bin ich? Was würdest du sagen, wer bist du? Ich bin ich. Ja? Und was meinst du? Ich bin ich und bin niemand anderer. Mhm. Ich bin jetzt nicht die Johanna. Mhm. Ich bin noch immer deine Hele, auch wenn ich mich in irgendwen anderen verkleide. Mhm. Ich bin noch immer der, der ich bin. Und was gehört alles dazu? Was man über einen anderen denkt. Zum Beispiel, einer denkt, man, der ist voll blöd, der ist zu mir so gemein. Und der andere denkt, das ist mein bester Freund, den mag ich so gern und so. Was gehört noch zu mir dazu? Deine Eigenschaften, wie du bist, still, was du magst. Ja. Fällt dir noch was ein? Was wie du ausschaust. Ja? Das Aussehen ist nicht alles. Das Aussehen ist nicht das Ich. Das Aussehen ist, ich verändere mich auch ständig vom Aussehen. Weil das Ich bleibt zugleich. Es hängt nicht vom Aussehen ab. Es hängt nur von deinen Gedanken ab, die du hast. Als je nou een andere huidskleur zou hebben, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, zou jij dan je anders voelen? Ben je dan nog steeds ik? Dat weet ik. Maar ik vind het wel fijn om deze kleur te hebben. Ja? Want dan kan ik me een beetje beschermen tegen de zon. Nou, bijvoorbeeld als je een been kwijtraakt, of een hand, dan kan je natuurlijk wel van andere dingen gaan houden, waardoor je weer andere hobby's krijgt of zo. Maar ik echt, wat je kan en zo, en ja, je ik, dat kan eigenlijk niet veranderen. Je bent nog steeds van innerlijk ben je wel jezelf, want je gedraagt je nog steeds hetzelfde, ook al heb je bijvoorbeeld een ander been. En je voelt nog steeds hetzelfde en je denkt nog steeds hetzelfde. Dus eigenlijk, dat is ook wel een deel van je ik zijn. Dus. Nou, ik lig niet aan je uiterlijk, ik lig in je innerlijk. Maar als je bijvoorbeeld een nieuw hart krijgt, dan ligt meestal je ik in je hoofd, in je ziel. Ik vind dat je ziel ook in je hoofd zit. En bij je hersen zit het denk ik wel ik. Komt er dan een stukje van een ander in je bij eigenlijk? Vee, wat denk jij daarover? Nou, ik denk het eigenlijk niet. Want eigenlijk zit al je geheugen en je slimheid zit in je hersenen. Dus, en als je dan een ander hart krijgt, dan is het eigenlijk wel gewoon nog hetzelfde. Dus voor jouw gevoel zit je ik niet, zit meer in je hersenen en in je... Ja, want daar zit ook je geheugen en je, alles wat je weet en zo, en je slimheid. Ja. Isis? Nou, je ene helft van je hersenen, dat zit ook helemaal vol met wat je allemaal hebt beleefd en zo. En wie je bent. Dus ik denk eigenlijk gewoon dat het wel gewoon zo blijft. Maar ja, ik zou het eigenlijk niet echt weten. Nee. Dus je ik zit vooral in je hersenen en in je hart? Of ik denk wel dat je... Bij hersenen zit denk ik wel wat je doet en zo. Maar bij je ziel en je hart zit denk ik wel van dat met vriendschap en hoe je bent opgevoed, dat zit denk ik wel in je
hart en je ziel. Nou ja, ik denk ook een beetje overal, want nou ja, eigenlijk alles wat je doet en zo, dat past meestal wel bij je. Ja, en alles wat je van je lichaam, dat hoort bij jou en dat hoort bij je ik. Dat hoort gewoon bij jezelf. Nee, maar je bent ook wel bewust dat dit ook wel van jou is, maar dat komt uit je... Komt af uit je... Ja. Nou, ik denk ook nog even over het net, dat als je bijvoorbeeld een ene er heel anders uitziet, dat je je wel wat anders gaat gedragen. Want als je bijvoorbeeld een beetje raar uitziet en als je dan iets gaat doen wat helemaal niet erbij past, dan zou je dat wel gaan veranderen, denk ik. En dan ben je dus niet meer je ik, of? Nou ja, van binnen denk ik wel, maar ik denk dat je wel veranderd. Wel anders gaat gedragen. Maar ergens zit nog wel die ik. Ja. Heb je ook dan wel eens het gevoel dat je niet je ik bent? Nee, eigenlijk niet. Voel je soms meer jezelf dan een andere keer? Ja, soms meest. Nou, soms als je bijvoorbeeld heel anders gedraagt, dan heb je zo het gevoel van, nou ja, zo ben ik niet. Zo ken ik mezelf niet. Want, nou ja, het ligt eigenlijk gewoon aan hoe anderen tegen je doen. En wat je denkt en voelt. Ja, das Ich bleibt immer gleich. Innerlich bleibt man gleich, äußerlich verändert man sich. Also das Innere, würdest du sagen, verändert sich nie? Doch schon. Weil ich mal bei der Schule was gelernt, also es geht nur was weg, wenn ich jetzt zum Beispiel von Jesus Christus geglaubt habe und jetzt an Buddha. Mhm. Dann ist einmal der Glauben an Jesus Christus weg. Und dafür habe ich was Neues. Also ich kann austauschen. Aber ich kann nicht wirklich etwas weggeben. Es bleibt in Erinnerung. Es kann sich schon etwas verändern. Aber du bleibst immer du in gewissen Sachen. In welchen Sachen zum Beispiel? Was bleibt gleich? Gleich. Ganz gleich. Ganz gleich. Was bleibt ident? Ganz oder gar nichts. Du meinst gar nichts. Eigentlich bleibt nichts ganz gleich, weil alles erweitert oder vergrößert sich. Okay. Und du meinst, es bleibt gar nichts gleich. Was meinst du dazu? Es ist eher, es verändert sich, dass ich nur, wenn nicht einmal einen halben Prozent, es kann es sein, nur ganz wenig. Das Ich besteht ja aus vielen Räumen und einer davon ist halt das Denken. Und das Denken hat sich verändert. Du denkst über andere Dinge nach und du machst andere Sachen, aber das Ich, wie du handelst und so, hat sich auch etwas verändert, weil du vielleicht Sachen geübt hast und sie besser kannst. Aber das Ich, wie du bist und wie du bist und so, das ist noch circa noch immer gleich, wie du bist. Meint ihr das auch so? Der Mensch hat ein ausgeprägtes Ich. Ein richtiges, es kommt drauf an, was man tut. Dass ich, ich muss nicht Philo gehen. Ich könnte auch, wenn ich möchte, Englisch gehen. Das bin ich letztes Jahr gegangen, aber es hat mir keinen Spaß gemacht. Das heißt, das Ich ist was, dass die Dinge ausmacht, was man will und was man nicht will. Was macht das Ich dann bei dir aus? Was meinst du? Dass du unterschiedlich bist. Die Unterschiede machen das Ich aus, ja? Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Ichs
sozusagen, ich, Personen. Ja. Das ist ein Widerspruch sich selbst, weil wenn das Ich immer gleich bleibt, er hat ja vorher gesagt, dass das Ich nicht immer gleich bleibt, wenn einer plötzlich nach Japan fliegt, dann ist das Ich schon wieder anders. Also bleibt es doch nicht gleich jetzt. Ist das ein Widerspruch? Es ist das immer das Gleiche. Das ist immer das. Es bleibt das gleiche Ich, aber es bleibt nicht immer von den Dingen her das Gleiche. Ja, aber das Ich hält ja im Großteil auch von den Dingen ab, die man will. Und darum verändert sich das Ich leicht. Also es hat mit dem Willen zu tun. Ja. Das Ich hat mit dem Willen zu tun. Willen, Leben und so auch. Willen, Leben und auch ganz ein bisschen was mit dem Aussehen. Ja, und das Ich ist das, wenn das Ich nicht da wäre, würde es dich nicht geben. Weil das Ich ist im Prinzip das, was dein Leben, wenn das Ich plötzlich was nicht mehr mag, dann ist das Ich, hat das Ich, das, also das Leben verändert. Ik vind het eigenlijk best wel leuk, want dan kan je eigenlijk hoef je dan niks fout te zeggen. Want dan kan je eigenlijk gewoon alles zeggen wat je wil. En dan kan je ook gewoon je gevoelens kwijt. Dus dat, vind je, dat geeft jou een goed gevoel? Ja. Yeah. Dan voelt je fijn als je filosofeert? Ja. Yeah. En Chinees? Nou, ik vind het ook wel fijn om te filosoferen. Want dan kan je bijvoorbeeld dingen die je nooit hebt durven te zeggen, dat je ze bijvoorbeeld hier in je lichaam ergens hebt opgepropt, dan kan je gewoon, ja, vertellen. En er is toch een juf, dus als ze je uitlacht, dan kan die juf er toch wel voor zorgen. En dan kan je die dingen gewoon vertellen, dan dat je ze opgepropt. Dan laat je ze, ja, dan laat je ze juist vrij. Dus je voelt je bij filosoferen ook wel heel veilig om te kunnen zeggen wat je wil? Ja. Het lijkt bijvoorbeeld heel makkelijk om erover te praten. Het lijkt er zo, maar als je eigenlijk ermee begint, dan lijkt het mij echt heel erg moeilijk. Maar verder vond ik het wel, ja, interessant en best wel leuk om dit te doen. Ja. Ja. Eigenlijk net als je een andere taal moet gaan spreken. Zomaar, dat is eigenlijk gewoon moeilijk om het uit te leggen. Of, ja. Nou, omdat ik dan lekker kan praten en dan kan ik mijn eigen mening ook uit. En ja. Het is gewoon niet raar als je iets raar zegt of zo. Nee, alles dus, respecteren, ja, ze. Ja, ja, alles respecteren. En je denkt heel goed door en zo. Je denkt echt na over de dingen. En dan kom je eigenlijk ook een beetje erachter wat het eigenlijk betekent. En het is betekent. Gewoon gezellig. Het is heel gezellig met elkaar te praten. Ja, ik vind het vooral leuk omdat je bijvoorbeeld, ja, je kan dingen ontdekken wat andere mensen voelen of denken of zo. En wat ze dan ook zeggen. En ik vind het gewoon leuk om gewoon gezellig te praten met iemand over een onderwerp. En ja. Vooral met een groep ook. Ja, ik ook. Ja, ik net zoals Pien en Rosanne. Want ik vind het ook leuk om met andere mensen te praten en andere meningen te horen. Want dan kan je er zelf ook weer over nadenken van, maar is dat zo of dan toch weer anders? Ja, het is heel leuk om allemaal's meningen te horen. Het is ook wel fijn soms om erover te praten met anderen. Ja, bij filosoferen kan je gewoon zeggen wat je vindt. En kan je ook zeggen wat je normaal bijvoorbeeld niet kan zeggen. Behalve dan schilderen. Je hebt ja ook schon mal bij. Schon länger. Philosophiert ja. Was ist da anders als sonst im Unterricht? Beim Unterricht ist es so, dass man Grundfächer des Lernens hat, aber nicht so weitläufig denkt. Beim Philosophieren denkt man
weitläufiger und man lernt dabei nicht rechnen, schreiben und lesen, sondern man erweitert sein Denken. Im Unterricht tut man auch so lernen und da lernt man Fächer. Und bei Philosophien denkt man über Fragen nach, kommt man in Themen in andere und ohne Fragen kann man nicht philosophieren. Im Unterricht, da lernt man was und macht den Stoff, aber in Philosophien, da tut man einfach denken, wenn einem gute Antworten einfallen und so. Und das sagt, man kann nicht philosophieren ohne Fragen. Warum ist denn das Fragen dann so wichtig beim Philosophieren? Weil, wenn man, wenn man nicht fragt, bekommt man keine Antwort. Wenn man Fragen stellt und dann beginnt das Denken, dann denkt man wirklich darüber nach und beim Philosophieren denkst du sehr, sehr viel über das nach und da ist es eben sehr ruhig und kannst du gut über das nachdenken und hörst auch die Gedanken der anderen. Und das ist auch sehr lustig und sehr schön. Wie kann man das brauchen auch? Willst du das für irgendwas? Ja, man kann dann besser nachdenken und man kann auch besser zuhören. Weil zuhören kann man besser, wenn man die Meinungen von den anderen hören muss. Und nachdenken kann man besser, weil es ja großspurig beim Philosophieren um das Nachdenken geht. Es ist auch meistens so, dann fragt man jemand sowas vom ganz alltäglichen Leben und dann kommt man irgendwo hin, sammelt Gedanken, kommt wieder weiter, wie mit einem Zug durch die Landschaft.